De Broezers wordt mede mogelijk gemaakt door Smit Kwekerijen en De Marktslager. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de veur. Hier zijn we grandioos in fun. Het is 1 juni! En wat doen wij op 1 juni? Op een terrasje zitten, want de terrasjes gaan vandaag voor het eerst open. En dat betekent dat we plantjes gaan uitdelen. Wij, Yannick en ik, gaan plantjes uitdelen namens Smit Kwekerijen en Grandioos Groningen. Dus we gaan eigenlijk mensen feliciteren. Verrassen, feliciteren en eigenlijk gewoon, dus toch nog wel een stukje hart onder de riem steken. Want dat is ook wel spannend, want we weten niet hoe het gaat natuurlijk, hè? En hier is de werkplaats. En bij de stadswerkplaats krijgen wij een bakfiets mee. Want die plantjes moeten in de binnenstad uitgedeeld worden. En het is wel handig dat je lekker makkelijk kan racen door de binnenstad. Yannick, jij moet even bellen of ze er is. Ah, oké. Okay. Hier, werkplaats. Ding dong. Oh, hier passen superveel plantjes in. Wow. We kunnen alles in één keer meenemen. Gaat het nog, Yannick? Yannick, je moet wel iets doen aan jezelf. Wat een ingehaald. Nou jongens, het is nog maar 11:15. Dus officieel mag er nog niemand op de terrasjes zitten. Maar iedereen is al wel aan het voorbereiden. Eén van de plekken waar we langs gaan is het goudkantoor. Het ziet er toch altijd prachtig uit. De eerste plantjes. Ze zijn nog niet open. Ja, yes! Hoi! Hoi! Dit is een verrassing. Ben je niet? Ja, ik kom jullie plantjes brengen. Dat is de eerste dag dat jullie weer overgaan. Wat lief! Om jullie succes te wensen. Ja. En eigenlijk een beetje ook te feliciteren, want het is wel een feestje, toch? Ja, dankjewel man. Het zijn er maar 4, je hebt veel meer tafel. Ja, dat geeft niet. Heb je er zin in? Ja man, heel veel. Echt na 2,5 maand staan we te popelen om weer te gaan beginnen. Wat heb je gedaan eigenlijk in die 2,5 maand tijd? Ja, heel veel geklust. Ben je binnen ook open? Of ga je... Ja, zeker. Ja, binnen mogen we even kijken, of niet? Ja, natuurlijk. Oh, leuk. Ja. Wauw. Nieuwe stoelen. Nieuwe krukken. En alles schoongemaakt, weet je wel. Alles weer lekker fris. Ja. Warm, het ruikt ook heerlijk. Ja, warm nieuw in de lak. Mooi, hè? Kijk, ja, binnen mogen we maximaal 30 mensen kwijt. Ja. Dus we hebben gewoon wat tafeltjes weggehaald. We hebben een vloertje beneden, een grote kelder waar we heel veel spullen kwijt kunnen. We hebben hier nu een viertje en een tweetje gemaakt, terwijl we hier normaal al 12 mensen kwijt kunnen. Ja, want het wordt eind deze week natuurlijk weer minder weer. Ja, maar kijk, dit soort dagen, we hopen natuurlijk dit soort dagen te knallen. En kijk, juni wordt wel een maand, weet je wel, van overleven hier. Maar ja, we kunnen in ieder geval los. Maar ja, weet je, we hopen natuurlijk vanaf in juli dat het weer nog wat soepeler wordt en dat we gewoon daarna gewoon weer kunnen knallen. En mensen kunnen hier wel gewoon naar het toilet ook? Ja. Als ze op het terras zit. Maar het is dus echt wel bizar. Heb jij überhaupt een week gedraaid? Want jij was hier net begonnen. Jawel, ik ben 1 januari begonnen. Dus ik heb januari, februari en half maart heb kunnen draaien. Oh ja, heb je nog kunnen draaien. En toen was het... Afgelopen. Ja. Zit je vol ook? Heb je net gereserveerd voor vanavond? Veel reserveringen. Hey, gezondheid, Yannick. Ja, gezondheid. Ja, vanavond veel reserveringen. Oh, maar ook wel heel veel berichten. Dat die mensen zeiden van, we willen reserveren voor het terras. Maar dat heb ik al gezegd, kom maar gewoon langs, ik zorg wel dat je een tafel krijgt, maar we kunnen buiten geen tafelsvuur verder houden, want dat is gewoon niet te doen. Nee. En nu zeg ik Jeff, maar de plantjes worden aangeboden door Grandioos Groningen. Grandioos Groningen. Hij kent het niet. Zullen we gaan? Nou, aan wie ligt het? Smit Kwekerijen, Sappemeer. Mag ik Grandioos Groningen hartstikke bedanken voor de bloempjes. En ik hoop dat iedereen deze zomer lekker een keer komt drinken. Of komt eten, lunchen, diner. Op het goudkantoor, iedereen is van harte welkom. Oh, wat leuk. Nou, wij komen zeker nog even. Ja, met een witte balletje en zo. Met zijn molletje. Nou, Jeff, dankjewel hè. Ja, jullie bedankt en heel veel succes. Dank je. Oké. Okay. Doei. Springen wij even weer op de fiets? Ja, we springen weer op de fiets. De Broezers wordt mede mogelijk gemaakt door Smit Kwekerijen en De Marktslager.